Shannon Draaier, speelster van de E1, ja. Toch? Ja. Ja. Hey, wat vind jij zo leuk aan handbal? Weet ik niet, alles. Alles? Ja. Ja? Ja. Aanvallen? Ja. Verdedigen? Ja. Gooien? Ja. Blokken? Ja. Breakout? Dat vind ik al helemaal leuk. Ja, dat kan je ook wel goed, hè? Toch? Geen flauw idee. Je bent best wel snel. Toch? Ja, vind ik wel als ik jou af en toe zie spelen. Hey, en wat vind jij leuk aan deze handbalclub? Ook van alles. Ja, die mensen. Ja. Brit? Ja. Die net komt binnenlopen. Ja? Ja. Dus jij vermaakt je hier wel? Ja. Goed zo. Hey, en nog één heel belangrijk vraagje. Wie vind jij nou de leukste speler? Van Heren 1. Jammer. Oeps, dat kwam wel heel erg snel zeg. Ja, ik wil ook. Vind jij Jammer ook het leukst? Goed zo. Nee, Joep. Oh? Vind jij Joep het leukst? Oké, okay, dat is Britt die jullie op de achtergrond horen. Wie vindt Joep het leukst? Hé, maar waarom vind je Jammer het leukst? Weet ik niet. Weet je hij niet? Hij is ook een trainer van de handbalschool. Oh, zit je daar ook al op? Ja. Tjonge jongen, doe jij toch ontzettend veel handbal zeg. Hé, hey, en... Nou, we blijven jou de eerstkomende jaren hier nog wel zien handballen, denk ik, hè? Ja. Hey, zullen wij een afspraakje maken? De volgende keer dat ik jou interview, speel je een dames 1, oké? Oké. Dankjewel, Wijsie. Speelster van de dames B1, ja. Over het algemeen hoekspeelster. Ja. Inderdaad, een snelle hoekspeelster trouwens, weet ik. Hey, hoe lang zit je eigenlijk al op handbal? 6, 7 jaar. En altijd bij Houten? Ja. Ah, oké, okay. Ja, dus van jongs af aan al hier aan het spelen. Ook wel, wat vind je zo leuk aan handbal? Het is snel, het is fysiek en gewoon het spel vind ik heel erg leuk. Ja. Ja. Vooral de snelheid natuurlijk, want ik zie jou altijd vooraan lopen bij de trainingen. Dus, nou, meestal wel toch? Meestal. Ja, dat gaat toch wel heel goed. En nou ja, we hebben over een paar dagen zondag een wedstrijd van de Heren 1 tegen de Lions. Ik denk dat jij meegaat met de bus of niet? Ja, ik ben jarig. Ja, dat weet ik. Ja, ik wou net vragen als je wakker bent, want ik geloof dat je de avond ervoor je feestje viert. Ja, het wordt een feestje. Ja. Maar dat gaat wel lukken natuurlijk. Tuurlijk. Nou, dan zullen we zeker voor je zingen in de bus. Nou, dat moet niet. Nee? Nee. Nou, dat gaat nog wel gebeuren, denk ik. Maar van dat Heren 1 team, hè? Ja. Wie zijn nou jouw favoriete speler? Nou, ik denk Demon dat hij ook nog spelen is en heel veel verbetering heeft. Ja, oké. Okay. Nou, dat is wel een verrassende keuze. Ja. Ik had iemand anders verwacht. Maar... Flauw, hè? Ja, ik heb zo gezegd dat ik het niet zou vragen. Hey, Sanne, hartstikke bedankt dat je even voor de camera wilde komen. Je hebt het heel goed gedaan. Ja.
prima. Ja. En veel succes met jouw wedstrijden. En lekker schreeuwen aankomende zondag. Ja? Dankjewel. En alvast gefeliciteerd. Ja. Sarah Derks, speelster van ons Dames 1 team. Ja. Hoe ben jij zo het seizoen begonnen voor jezelf? Nou, eigenlijk best wel sterk. We hadden wel een lange voorbereiding, vond ik. Van augustus zijn we al begonnen. Maar wel echt hele leuke toernooien en oefenwedstrijden gehad. Dus eigenlijk best wel sterk zijn we begonnen. Alleen de competitie, één gewonnen, één verloren, dus we zien. Ja, en dat was een beetje vervelend afgelopen zondag, begreep ik. Ja, hij was pijnlijk. In de laatste seconde binnenkant paal. Dus Ja, dat is jammer. We nog wel even. Hey, en aankomende zondag spelen we tegen Zeeburg hier in de Slinger. Hoe laat spelen jullie? Kwart voor even zamelen, dus 2 uur spelen. 2 uur spelen, wat verwacht je van die wedstrijd? Lastig. Echt, Zeeburg achtervolgt me al vanaf de jeugd, moest ik wel tegen Zeeburg. En het is altijd best wel een snelle ploeg. Ja. En jonge meiden, dus wij, ik denk dat het lastig wordt, maar we kunnen het wel aan. Ja, dus een voorspellingje? Ik denk wel dat we gaan winnen. Ja, en hoeveel ga jij er maken? Afgelopen wedstrijd was het niet zo goed, dus nu ga ik er weer helemaal tegenaan. Dus gaat het goed. Gaan we voor 6? Nou, dan kies ik altijd minder, dan ga ik voor de 4. Oké, nou dan spreek ik je na de wedstrijd, zullen we kijken hoeveel het geworden is. Sorry. Dankjewel. Remco Jacobs, een beetje bijgekomen van het, het vervelende akkefietje van afgelopen zondag. Van het échec. Ja, ik wou het zo niet noemen. Maar het was het wel. Nee, het was wel bijgekomen, maar het is gewoon, we hebben het zelf weggegeven. Heb jij het verslag waarschijnlijk wel gelezen op de site? Ja. Dus onnodige punten weggegeven. Ja, jammer. Ja. In de laatste minuten, de laatste secondes geloof ik dan, met 1 punt verliezen. Daar verlies je 2 punten. Maar de wedstrijd verlies je al gedurende de afgelopen 60 minuten. Ja, natuurlijk. Maar nu Zeeburg, geloof ik, aankomende zondag. Wat denk je daarvan? Moeilijke tegenstander? We hebben vorig jaar 2 keer van ze gewonnen. Beide wedstrijden eigenlijk aan het einde de laatste 10 minuten gewonnen. Dus ik verwacht ook dat de conditie dit keer weer de doorslag zal geven. Zal ook moeten geven. Ja. Ja, ik neem aan dat de dames wel wakker zijn nu. Ja. We spelen ook later, dus misschien dat er nog mee te maken heeft. Dat helpt. Ja, dat helpt. Dus ik verwacht dat ze scherper zijn, in ieder geval de afgelopen zondag. En dat, het is heel simpel, als wij gewoon ons eigen spel blijven spelen, dan vind ik dat we bovenin mee kunnen draaien. Ja. En dat vinden die dames zelf ook alleen. Ik had een uitvoering. Ja, precies. Merk je daar nou wat van op de trainingen deze week? Gaat dat te ver? Het ligt aan de persoon, het ligt aan met wie je praat. Sommigen zijn er heel erg mee bezig en die stellen je vragen en die zeggen van wat deed ik fout en wat zouden we de volgende keer anders kunnen doen. Ja. En anderen die hebben dat in mindere mate. Dat is heel persoonlijk. Heel persoonlijk. Ja. Ik hoop dat jullie een hoop publiek gaan krijgen. Ik hoop het ook. Er gaat natuurlijk, helaas spelen de heren natuurlijk ook op zondag. Dat is altijd een beetje nadeel. Dat is altijd lastig, tricky. Ja, dat is vervelend. Ik ga deze keer met de heren mee, dus ik kan niet komen kijken. Geen probleem. Maar ik wens je natuurlijk wel al het succes. Dankjewel. En ik ga uit van een overwinning. Kom op, hè. We doen ons best. Oké, dankjewel. Go out there for 48 minutes plus. Yes, sir. He was on 3, 1, 2, 3. Yes. Yo. Come on, you know how we do. Come on. Yeah, man. Yo. This is my house. Whose house? My house. Whose house? My court. My house. This is whose team? My team. Whose team? My dream. My team. This is whose house? My house. Whose house? My court. My house. This is whose team? My team. Whose team? My dream. My team. Cause I'm the first one in the gym. Last one out the gym. So when it's game time, baby, I expect to win. When I don't, everybody like, where you been? I'm in the sky so high, no oxygen. It's a bird, it's a plane, no, it's Dwight Howard. Touch the cloud, make it rain like you just showered. I got 1 hour just to go hard. I go home, I go hard, then go home. I'm no coward. Hans. Ronald. Lions, aankomende zondag. Ik lees op alle handbalfora dat Alfa Deurenhouten de absolute underdog is.
Nou, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, daar kijken wij wat anders tegenaan. Lions 2 ja, is gewoon een goede ploeg, een hele talentvolle ploeg. Ik ga daar gewoon vanuit, ja, ze houden gewoon de ploeg waar ze de afgelopen wedstrijd ook mee gespeeld hebben. Het is mijn oude club, VNL, dus het is altijd speciaal. Ze zijn thuis gewoon heel moeilijk te verslaan, maar wij zijn uit ook heel moeilijk te verslaan. Dus het wordt een mooie pot, spannende pot natuurlijk. En de vorm van de dag zal bepalen zondag. Ja, en hoe staat hij ervoor bij de jongens? Als je ja, zo goed. Moet... Ja, goed. Ja, goed. Ik moet zeggen dat de blessures komen weer een beetje terug. Iedereen verwacht wel fit te zijn naast Riemen en Bas natuurlijk. Maar goed, dat is wat chronischer. Ja. En vertrouwen is groot. En ik zeg altijd, als je 32 minuten alles geeft, er zijn heel weinig ploegen, ook Lions, die bij ons punten gaan afschuppen. Oké, dus winst zit erin? Ja, natuurlijk zit het erin. Het is geen makkelijke wedstrijd, maar... ja, je moet altijd beginnen met vertrouwen in jezelf. En als uiteindelijk de tegenstander beter is, is die beter. Maar dan moet ze diep gaan. Wij hebben er heel veel zin in en we gaan ervoor. Oké, prima. Nou weet ik toevallig dat jij een woordje Limburg spreekt natuurlijk, omdat je oude ploeg is. Ja, misschien heb je nog een boodschap voor ze voor aankomende zondag? Nee, dat doe ik wel persoonlijk zondag. En voor de rest wordt het gewoon zometeen hard trainen, goed voorbereiden. En dan gaan we naar een mooie Limburg toe en dan gaan we een hele mooie pot neerzetten. Oké, okay. Hey, heel veel succes aankomende zondag. Okay. Dankjewel. Maarten Kooijman, aankomende zondag. Lions, Maarten Kooijman gaat terug naar huis. Ja, ik blijf waarschijnlijk daar en bij mijn familie, maar ik hoop het punt eigenlijk wel met de bus mee terug naar huis te gaan. Ja. Ik blijf lekker daar met mijn familie. Tuurlijk, gelijk. Een keertje door de Rijn. Hey, en broedermoord, hè? Tenminste, als het winnen of verliezen wordt van een van de twee, want je speelt tegen, ik meen, je jongere broertje? Ja, dat is mijn jongste broertje. Ja, mijn middelste broertje wielrent dan ook fanatiek, maar mijn jongste broertje handelt dan ook. En eindelijk ziet het er nou uit dat we nu eindelijk tegen elkaar gaan spelen. Ja. Ja, ik heb het altijd heel leuk gevonden om tegen te spelen, maar dat is er nooit van gekomen. En ja, het leek nog even een blessure van hem roet in het eten zou gooien, maar ja, hij heeft toch een groen licht gekregen van de fysio. En ja, zoals het nu uitziet, maken we ons ja, eerst duel mee tussen elkaar. Ja, ja. Nou zag ik op Facebook een foto waarin hij, het is een jongere broertje, maar had je toch een lelijke headlock te pakken volgens mij. Ja, dan moet ik wel zeggen dat hij veel krachttraining doet, dat hij ook wel wat sterker wordt. En, ja, goed, qua lijntjes schillen ook niet meer zoveel. Ja. Dus, maar ik was wat ziek, ik gooi het daar eventjes. Ja, tuurlijk. Nee, ja. Dat zou ik ophalen. Hey, en Lions, wat verwacht jij van die wedstrijd zelf? Ja, Lions is een hele jonge, snelle ploeg. En ja, we hebben natuurlijk vaak tegen een oude, wat statische ploeg gespeeld. Dus ik denk dat het een hele andere wedstrijd wordt. Een hele moeilijke wedstrijd. Lions thuis is heel sterk. Ik zie het eigenlijk toch als bonuspunten die we daar moeten meenemen. Ja. Dus ik denk dat... Bij de ploegen daar zullen winnen. Nou, ik hoop dat wij het kunnen doen om de punten weer naar te kunnen nemen. Oké, okay, hartstikke mooi. Hey, dankjewel dat je voor de camera wilde komen eventjes. En ik wens je aankomende zondag veel succes in het schöne Limburg. Dankjewel.